Goeiedag, Telegraaf vandaag van woensdag 18 mei. Een mooie dag voor ouderen en gehandicapten die vorig jaar ineens zonder huishoudelijke hulp van de gemeente kwamen te zitten of veel uren moesten inleveren. De poetshulpen moeten terugkomen, want de rechter heeft nu gezegd dat huishoudelijke hulp wel degelijk onder de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, valt. En dat gemeenten inwoners alleen maar mogen korten als ze dat goed kunnen onderbouwen. Bij mij in de studio verslaggever Mike Muller. Mike, welkom. Ja, wegduiken, zoals gebeurde door gemeenten, dat gaat niet meer hè, nu. Nee, een aantal gemeenten in Nederland die dachten er makkelijk vanaf te komen. Er zijn natuurlijk een aantal taken van het Rijk overgeheveld naar de gemeente. Die regels waren kennelijk niet duidelijk genoeg voor een aantal bestuurders. Die voelden zich waarschijnlijk ook door de bezuinigingen die zij op hun bord weer kregen om de begroting te dichten. Toch genoodzaakt om te schuiven. En daar waren de ouderen en de hulpzoekenden en de hulpbehoevenden de dupe van. De dupe van, zo kun je het rustig zeggen, ja. Maar dat is toch raar? Ik bedoel, regels zijn toch gewoon regels? Waar komt die ruis vandaan? Ja, je zou inderdaad denken dat er een soort wet is waarin dat goed is vastgelegd. Dat lijkt nu dus ook het geval te zijn. Wordt nu ook door de rechter telkens. Het is al een aantal keren zijn er al uitspraken geweest. Toch is nu de hoogste rechter, die heeft zich daar vandaag over uitgesproken. Tot grote vreugde natuurlijk van de thuiszorgmedewerkers en ook de cliënten daarvan. Ja, het is goed nieuws voor hen natuurlijk. Want de voorbeelden die je hebt tegengekomen bij je research zijn schrijnend. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben samen met mijn collega's vandaag bezig geweest om te kijken wat de gevolgen hiervan zijn. We hebben natuurlijk in de afgelopen maanden al veel aandacht besteed aan de mensen die het minder hebben getroffen. Die gingen bijvoorbeeld ineens van 7 uur naar 1,5 uur huishoudelijke hulp in de week. Het was voor veel mensen onbegrijpelijk. Die kwamen daar tegen in verzet. En nu dus hebben ze gelijk gekregen, ook van de hoogste rechter. Alle zaken moeten dus goed worden onderzocht. Ja. En het beleid van toch wel 1/3 van de gemeenten in Nederland moet worden herzien. Dat zijn er echt gigantische, zijn er heel veel. Maar betekent dat al die mensen nu ineens allemaal weer die uren opgeschroefd krijgen? Dat ze gewoon die hulp van vroeger weer terugkrijgen meteen? Ja, dat is nu de grote vraag natuurlijk. Wat de gemeenten precies met deze uitspraak gaan doen. Er zijn al een aantal gemeenten die hebben gezegd dat ze opnieuw gaan kijken naar de regelgeving. En hoe ze het op een nieuwe manier kunnen inpassen. Het gaat voor heel veel nieuwe hoofdbrekens zorgen waarschijnlijk. Het geld, dat moet er zijn. En dat moet dus op een goede manier worden besteed. En je kunt je dus als gemeente niet verschuilen achter, wij hebben het geld er niet voor. Die vlieger gaat niet op, heeft de rechter vandaag besloten. Dus ze moeten echt met een deugdelijke motivering komen om mensen die uren te laten afpakken. En dat is heel moeilijk. En wie gaat er controleren dat het nu wel goed gaat? Nou, in elk geval zijn er een aantal juristen die zitten daar bovenop natuurlijk. Vandaag hebben we ook gesproken met de FNV, die onder andere in Hollandse Kroon, maar ook in Utrecht heeft actie gevoerd. Een paar keer op de vingers getikt, hè? Utrecht onder andere? Onder andere Utrecht op de vingers getikt. En die gemeenten moeten nu echt met nieuw beleid komen. De FNV heeft inmiddels al aangekondigd dat zij ook compensatie willen voor alle mensen die dus de dupe zijn geworden van dit besluit. Ofwel de medewerkers, ofwel de cliënten. Er zijn natuurlijk een aantal thuiszorgorganisaties ook omgevallen. Mensen zijn zonder werk komen te zitten. En nu blijkt dus dat mogelijk onrechtmatig is. Ja. Dus daar zit nog wel een staartje aan. Flinke operatie. Hè? Als we het hebben over begin 2015, toen dit allemaal ging spelen. Dankjewel. En morgen kom je erop terug in de krant, hè? Zeker, uitgebreid. Dankjewel, Mike Muller. Dit was Telegraaf. Vandaag voor nu. Meer hierover ook op onze site. Fijne avond nog. Dag.